11-11-2020, een mooie datum. Dit is het COVID-19-journaal. Reizigers uit hoogrisicolanden als Brazilië, de VS en Nederland bezorgen onze autoriteiten op dit moment de meeste hoofdbrekens. Er wordt zelf niet ervoor geschroomd om via social media te laten zien dat ze de regels aan hun laars lappen. Er zijn voorbeelden te over van het doorknippen van quarantainepolsbandjes tot innige brasa's op Instagram. Het roept bij Dr. Rajesh Ori, het hoofd van het BOG, niet alleen ergernis op, maar het dwingt autoriteiten tot het toepassen van sancties dan is, als u ervoor kiest, uw hele vakantie naar de maan. Als we kijken naar onze cijfers, we zien dat het terug is gegaan. We hebben sporadische cases, enkele cases elke dag. Dat we de tweede golf gaan krijgen, dat moeten we weten, want COVID is er, COVID gaat nog niet weg. Zo, om ons heen kijken, al die landen hebben een tweede golf gehad. Wij gaan ook niet bespaard blijven daarvan. Zolang we geen vaccin hebben, moeten we nog steeds ons houden aan de COVID-regels. Wat we hebben gemerkt, dat vooral met de reizigers, we hebben veel te maken. We hebben eigenlijk, de meeste reizigers komen uit hoogrisicolanden. Brazilië, Miami en vooral Nederland. Er komen veel reizigers uit Nederland. Dus, vanwege de banden die we hebben met Nederland. En het is gebleken dat een heleboel van die mensen zich niet houden. Je ziet op Facebook dat iemand demonstratief zijn of haar bandje knipt. En je hebt anderen die houseparties. Mensen hebben parties achter gesloten deuren. En dan zie je een heleboel mensen met die bandjes daar komen dansen. Wat ik niet begreep en wat ik me niet kan voorstellen. Dat de andere mensen die daar zijn, de andere Surinamers die daar zijn. Niet begrepen is een gesloten ruimte dicht bij elkaar. Wordt gedanst, wordt gefeest, wordt geschreeuwd. Dat die persoon die daar danst. Of met wie ze bezig zijn te chillen, een hoogrisicopersoon is voor hun om besmet te raken, want ze komen uit een hoogrisicoland. Maar het lijkt alsof iedereen denkt, het gaat niet meer gebeuren. Je weet toch, zolang iets een beetje ver van je deur lijkt, dan je denkt, ach man, aan de doramie. Maar we hebben veel, veel, veel werk te doen met de mensen uit vooral Nederland. De andere, die van Miami, Belém, niet zoveel, omdat er komen heel weinig mensen vandaar. Maar uit Nederland hebben we altijd problemen. De mensen geven hun juiste telefoonnummers op. We kunnen ze niet allemaal bellen. We hebben uitgerekend dat ongeveer 30% alleen kunnen bellen. Als je ze belt, is het ook niet mooi om te horen wat ze aan je zeggen. Ze houden zich niet aan de regels. Je ziet ze met bandjes, ze knippen bandjes. Dus we zijn bezig met een ander plan. Toch? We zijn bezig om die mensen ergens te gaan op te vangen. De mensen die zich niet gaan houden. En dan gaan, gaan ze klagen dat we verkeerd bezig zijn, dat we niet onmenselijk bezig zijn. We moeten de andere mensen beschermen. Ze komen naar Suriname op basis van een toestemming. Daarin wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waarin je komt. Maar het heeft er veel van, zodra ze voet zetten op Sandré, vergeten ze alles. Je komt naar binnen onder bepaalde voorwaarden. Het is niet dat iedereen vrij mag komen. Maar als ze hier zijn, dan is het, ze willen geen security, dan willen ze niet thuis blijven. Dan vinden ze dat ze na twee dagen eruit moeten. Er is een heleboel te doen. En we moeten kijken, het heeft te veel, we hebben nog geen sancties, maar we gaan met sancties komen. En dan moet men niet gaan klagen dat we met sancties komen, we gaan met sancties komen. Je wil een bandje knippen? Goed. We gaan je komen halen. We moeten weten dat er een volgende golf om de hoek loert. Als wij te nonchalant omgaan met de 3 weken geleden ingezette versoepeling en de dalende trend van nieuwe besmettingsgevallen. Als voorbeeld noemt infectioloog Dr. Vrede Nederland, waarna versoepeling een tweede, nog grotere COVID-19-uitbraak heeft plaatsgevonden. Dr. Vrede waarschuwt ten overvloede dat personen uit het buitenland in quarantaine zich verantwoordelijk moeten blijven opstellen en vooral niet dom doen en foto's van brasa's posten en stoer zeggen dat niemand ons wat kan doen. Ik ben ontzettend blij dat het al weken, misschien bijna 2 maanden, heel goed gaat met COVID in Suriname. We hebben heel weinig cases, we zitten echt keurig onder de 5% wat de WHO zegt. Maar we moeten ons realiseren, wij zijn niet de enige regio waarbij het zo goed ging, maar die toch nu weer in hele grote problemen is. En dat is wat we van andere regio's kunnen leren, is dat men te vroeg juichte. Als COVID naar beneden gaat, wil dat niet zeggen dat we ons kunnen gedragen alsof COVID weg is. Want
het meest dichtbij, althans het meest bekende voor ons, is het voorbeeld van Nederland, waarbij het in augustus leek het eigenlijk daar over te zijn. Iedereen deed weer van alles. En nu is Nederland een van de landen met de hoogste incidenties ongeveer van COVID in West-Europa. Frankrijk is misschien nog ietsje hoger. We moeten weten dat dat ook bij ons kan gebeuren. We moeten ons niet rijk prijzen. We moeten weten dat we nog steeds een enorme golf kunnen krijgen. En een enorme golf hebben gezien, ook in Nederland, dat die tweede golf veel moeilijker was te bestrijden dan die eerste. En aangezien we in Suriname echt resource limited zijn, dat we zeggen we hebben niet erg veel geld. We zijn één keer zijn we net niet aan het maximum van onze ziekenhuisopnamecapaciteit gekomen. Het is echt, don't press your luck. Ik denk dat het belangrijk is dat de mensen weten dat zij een enorm risico nemen door nu te doen alsof COVID niet bestaat. En je kan wel doen van het is de verantwoordelijkheid van de overheid. Maar ik bedoel, als je doodgaat, dan maakt het niet uit wiens verantwoordelijkheid het is. Jij bent dood. Dus ik denk dat mensen, of jouw familielid is dood, of jouw familielid kan niet in het ziekenhuis opgenomen worden. Dus het is erg dom en kortzichtig om die verantwoordelijkheid bij anderen te leggen. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Ik heb me gestoord aan een filmpje dat iemand mij toezond over een meneer die een dame liet zien die uit Nederland kwam. En die kennelijk geen bewaking thuis had. En hij liet zien van, oh kijk, ik kan deze dame gewoon omhelzen. Want er is geen enkele bewaking. En ik denk van, wie denk je dat je kwaad doet met het omhelzen van iemand die uit een hoog endemisch gebied komt? Alleen jezelf en eventueel, want het was een betrekkelijk jonge man, eventueel jouw familieleden. Dus men moet beseffen dat COVID bestrijd je door zelf verantwoordelijk te zijn. Mensen die heel trots aan anderen vertellen van ja kijk ik ben in Suriname gekomen en ik heb een valse COVID testbewijs en ze zijn erin getrapt. En anderen vinden ze alleen maar stoer in plaats dat ze zeggen van oh jij bent dus niet getest, nou dan moet je wel in quarantaine blijven. Het is onze eigen verantwoordelijkheid. Het is heel erg dom om die verantwoordelijkheid te leggen bij anderen. Want als die outbreaker is, bet your life. Het is de bevolking die er last van gaat hebben. Dus het is de bevolking die er behoefte aan heeft om een outbreak te voorkomen. Dat is een beetje wat ik erover wil zeggen. Omdat heel veel mensen er lacherig over doen. En die hebben het gevoel dat ze dus worden onderdrukt of worden beperkt. Jongens, kijk naar Nederland, kijk naar Duitsland, kijk naar Frankrijk. En dan moet je maar beslissen wat je doet. Geen enkel land, ook niet Suriname, op het stuk van financiën en logistiek is berekend op een tweede golf. Dr. Vrede legt uit waarom. Niemand is ready voor een tweede golf. Ik denk dat een land met zulke limited resources, een land met zo weinig geld en zo weinig opties om mensen naar het buitenland te sturen, moet ervoor zorgen dat het niet uit de hand loopt. Een heleboel andere landen, zelfs Curaçao, als het puntje bij paaltje komt, als het daar echt overstroomt, dan denk ik dat de Curaçaoënaars eventueel naar Nederland of waar dan ook overgevlogen kunnen worden. Suriname is completely on its own. Van Frans-Guyana weten we dat de mensen daar naar Guadeloupe, Martinique, Nice, dat is in de mainland, kunnen worden overgevlogen. Omdat ze een onderdeel zijn van dat grote land. Suriname is on its own. Wij kunnen geen mensen naar andere landen vliegen. Dus als we problemen krijgen, zullen we die helemaal zelf moeten oplossen. En wij zijn niet het enige land waarbij dat zo is gegaan. Ik breng steeds weer Ecuador in beeld, waarbij mensen op straat doodgingen. Waarbij mensen op een gegeven moment in massagraven werden begraven, omdat zij het land kon het niet meer aan. Dus ik denk dat het is heel belangrijk dat de mensen weten, COVID is onder controle, we hebben het nu goed beheerst, maar die regels, die maatregelen die er nog zijn, die zijn er niet voor niks. Die zijn om te voorkomen dat we een grote tweede golf krijgen. En die tweede golf, dat weten we van bijna overal, hij is nog moeilijker onder controle te krijgen dan die eerste golf. Dus it's up to them, maar ik denk dat de mensen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En als andere mensen zich misdragen, dan moet je ze of corrigeren of je moet uit hun buurt blijven.
Want we kunnen, het is ieder voor zich nu. Dat moet iedereen heel goed beseffen. Niet iemand anders gaat COVID bij jou kunnen voorkomen. Als je het niet wil krijgen en je het buiten je familie wil houden, dan zal je zelf actie moeten ondernemen en zelf moeten weten wat de regels zijn. Sommige personen reizen vanuit Nederland met een GGD-testresultaat, terwijl de GGD duidelijk heeft gemaakt dat ze geen reizigers test. Zou het hier kunnen gaan om valse of nep testresultaten? Er is ook aangegeven, we accepteren geen testresultaten van de GGD, omdat de GGD zelf heeft aangegeven dat ze geen reizigers testen. Dus ik kan me niet voorstellen hoe sommige personen met een testresultaat van de GGD komen, waarom niet eens staat dat het een PCR-test is. Dus de personen die gaan afreizen met een GGD-testresultaat, ze gaan bij het inchecken niet toegelaten worden. Want als de GGD zelf zegt, ze testen geen reizigers testen. Ze testen alleen personen met klachten. En dan, hoe kunnen deze mensen een GGD-testresultaat hebben? En vandaar dat we praten dat er bepaalde testresultaten hoogstwaarschijnlijk vervalst zijn. Voor de helderheid zegt Dr. Ori van het POG nog even op een rij wat de vereiste documenten zijn die reizigers uit Nederland hier bij aankomst moeten aantonen. Ze moeten toestemming vragen van CONSA om te kunnen afreizen, want CONSA gaat ze plaatsen op de lijst, passagierslijst, dat ze kunnen afreizen, zodat ze een ticket kunnen kopen. Toestemming vragen aan volksgezondheid en toestemming vragen van aangeven als het hotel of thuisquarantaine. En we geven thuisquarantaine onder bepaalde voorwaarden, bewaking. En als we de mogelijkheid hebben, vragen we ook telefonisch, stemmen we af wie samen met ze gaan wonen. We geven aan, dat is een format waar je gaat zien dat, wat de voorwaarden zijn waar je moet voldoen. Op de website is er ook, als je thuis quarantaine doet, wat de voorwaarden zijn dat je thuis quarantaine kan doen. En dan pas, want iedereen, CONSA, vraagt wat de reden is. Want op dit moment is het meer essentiële personen die moeten afreizen voor overlijden, voor ziekten, voor andere dingen. Maar je ziet dat het systeem niet waterdicht is, we hebben dat ook gemerkt. Maar dat op zich, kijk, mensen willen komen, ik vind van als ze willen komen, moeten ze komen, toch? Want we hebben een familieband, je hebt je familie een jaar niet gezien, zo lang niet gezien, ga je willen komen, maar hou je aan de regels. En de families denken eraan, die persoon is een potentieel gevaar voor jou om COVID besmet te raken. Vooral als je een risicopersoon bent. Hou rekening daarmee. En dan nog de illegale feesten, waar het in één keer mis kan gaan en er is weer sprake van een massale COVID-19 verspreiding. We hebben al gezegd dat COVID niet weggaat nog. Dus we moeten dat in ons achterhoofd hebben. Je kan één mass-spreading event hebben en heb je sowieso een tweede cluster. Je hoeft niet veel te hebben. Eén, vooral die parties die je ziet, die parties waarbij veel mensen dicht bij elkaar zijn en ze gillen en alle anderen zijn hoogrisico-evenementen. En er moet opgetreden, maar je begrijpt, we kunnen niet overal zijn. Want je ziet nu dat ze feesten achter gesloten deuren. Toch? Of op afgelegen plekken. Waar eigenlijk er geen personen zijn die kunnen gaan klikken. Toch? Maar we moeten ons houden aan de regels. Ik begrijp, iedereen vindt dat we moeten naar normaal gaan. Maar zolang er geen vaccin is, moeten we zo blijven doorgaan. Want ik denk niet dat jij een van je dierbaren wil verliezen. Vooral de oudere personen. We hebben al 100. Want er zijn zoveel mensen die zijn moeten overlijden. Je kan zeggen, ja, ze zijn moeten overlijden. Het is een onderliggende aandoening, maar dat maakt niet uit. Als er geen COVID was, waren ze niet overleden. Dus hou rekening mee, we zijn er nog niet. Op de Hindoe-kalender geldt Diwali als een van de belangrijke hoogtijdagen. Diwali wordt voor de voorbije jaren ook groot gevierd in ons land met light shows, de opvoering van Ramlila en het aansteken van de Suriname-dia op het onafhankelijkheidsplein door de president. In gesprek met Anil Manorat van de Culturele Unie Suriname wordt het ons duidelijk dat de viering dit jaar onder invloed van COVID-19 een andere draai krijgt.
Dit jaar wordt het eigenlijk anders. Normaal hebben we elk jaar de Diwali-manifestatie. En als we over manifestatie praten, dat wil zeggen groot publiek, massa, grote entertainment. Maar dit jaar, helaas, is dat niet zo. We hebben nationale Diwali-viering 2020. En dat is op donderdag 12 november. Gaan we de Suriname-dia aanbranden, dus aansteken, sorry. We gaan de Suriname-dia aansteken. En die gaat dan aan blijven branden tot en met zaterdag 14 november. En dat is de dag van Diwali. En dit jaar is het anders, want u weet het, we zitten in een COVID-pandemie. Dus het gaat helemaal anders zijn. We moeten de COVID-protocollen allemaal gaan volgen. En we hebben vanuit het managementteam instructies gehad wat we allemaal moeten doen. Dus we mogen eigenlijk voor dit jaar geen publiek uitnodigen om ghee te zetten. Dat is als één eerste. Dus geen enkel dag kunt u naar het plein komen om ghee te zetten. U mag wel langsrijden als u wilt kijken naar de Surinaamdieren. Dat mag wel. U mag langsrijden, maar u mag geen ghee zetten. En op de dag zelf, op 12 november, dan mag u ook niet naar het plein komen. Dat vind ik wel triest, dat u niet mag komen. Maar we gaan het live uitzenden op verschillende televisiekanalen. Kunt u live thuis kijken. U begrijpt het, een grote massa op het Onafhankelijkheidsplein kan zorgen dat het weer gaat klimmen, dus de procenten allemaal hoger op gaan. We weten niet wie het heeft en niet, begrijpen, dus we zijn voorzichtig. Dus wij van de kust willen zeker niet bijdragen dat het verergert. We moeten werken naar dat het beter gaat en dat we uit deze crisistijd en alles wat er rondom COVID hebben eruit kunnen gaan. Dus blijft u thuis. U mag niet naar het Onafhankelijkheidsplein komen op donderdag. U mag ze live op televisie volgen. De Suriname dia wordt aangestoken. We gaan 7 uur beginnen met een programma hier zo, waarbij de president aanwezig gaat zijn. We gaan tot 7 tot 8 bezig zijn. Een beetje raamlila en wat dans en muziek, waarbij de raam ziet, de Diwali, de Suriname dia gaat aansteken. En daarna mag de president als eerste ghee zetten. En daarna heb je wat toespraken van de president sowieso. En dat gaat het zijn, zo'n beetje kort. Ik denk om en bij een uur en een anderhalf uurtje. Ja, kijk, de Diwali-optocht is altijd wanneer mensen lopen met een fakkel en dan loop je met twee aan twee zij en achter elkaar zo. Maar dit jaar wordt het moeilijk, we weten het, COVID mag niet. Je mag geen samenscholing hebben van meer dan zoveel mensen die is aangegeven. Maar er zijn wel wat praalwagenoptochten. Er is donderdag een praalwagenoptocht vanuit Weg naar Zee, Era Place, daar begint het. En vrijdag heb je ook, die komt richting Onafhankelijkheidsplein. Donderdag zijn ze in de buurt van Quatta en buurt Koppenamenstraat. En vrijdag komen ze aan deze kant. SSDP Blokgrond heeft ook een optocht, die gaat ook een praalwagenoptocht zijn. En er zijn ook andere optochten in Wanica, waar ze vanuit Mandirs ook een praalwagenoptocht zullen hebben. Dus dit jaar helaas geen optocht. We moeten dat allemaal begrijpen. We zitten in een COVID-pandemie, dus dat wordt een beetje lastig dit jaar. Dit was het voor het COVID-19-journaal. Laten we ons houden aan de maatregelen en niet zomaar erop los feesten. We weten dat de kriebels er zijn, maar laten we nog even volhouden. Tot vrijdag weer bij een nieuwe aflevering.